Go. Zo, goedenavond. We zijn in de studio met niemand minder dan IM Mark Haast en bijna CM Jordi Schouten. En we gaan het hebben over een nieuw boek. Welkom bij King's Library, de tweede aflevering alweer in deze serie. We bespreken elke keer een boek en dat doen we nu met Jordi en Mark. En we gaan kijken op drie fronten of het een leuk boek is om te lezen. Op leesbaarheid, schaaktechnische kwaliteit en amusementswaarde. En Mark, je hebt een boek uitgekozen. Kun je iets over vertellen? Ja, het boek staat hier in beeld. Ik heb hem hier ook voor de mensen die niet geloven. Het is een autobiografie van Jan Timman. Een van de beste schakers die Nederland kent, denk ik. In ieder geval na het lezen van het boek ben ik wel redelijk van overtuigd. Natuurlijk hebben we Max Euwe en gehad, de enige wereldkampioen. En nu hebben we Anish Giri, ook geen verkeerde speler. Maar ik denk dat Timman zeker in het rijtje van deze drie past. En goed, hij heeft dus een selectie gemaakt van zijn 100 beste partijen. Nou, hoe doe je dat? Hij heeft ervoor gekozen om toch vooral de kwaliteit door de engine te laten checken. Dus hij heeft de partij door de engine gehaald en op basis daarvan heeft hij eigenlijk zijn keuze gemaakt. En hij heeft al eerder eigenlijk een boek uitgebracht. Dat boek heette Timman's Selected Games. Het was 80 partijen uit de periode 1983 tot 1994. En van die 80 partijen hebben maar 10 partijen ook dit boek gehaald. Dus de engine heeft al een hoop partijen afgeschoten. En aan de andere kant waren er ook partijen waarvan hij eigenlijk dacht van ja, die waren niet zo goed. Die eigenlijk heel wel correct waren en die wel in het boek zijn gekomen. Dus het werkt ook de andere kant op. En de engine die hij gebruikt heeft, Stockfish 10 gebruikt en Houdini 5. Geeft misschien ook wel een beetje aan hoe hij met computers bezig is. Er zijn al wel wat geeft dat volgens jou aan? Wat zei je? Wat geeft dat volgens jou aan? Nou, er zijn al wat nieuwere versies ondertussen. Hij geeft wel eerlijk toe dat hij in het laatste hoofdstuk geswitcht is naar Stockfish 11. Maar ondertussen zijn we al bij 13 volgens mij. Dus ja. Maar wel leuk om te zien dat hij dus eerst dacht van dit zijn mijn beste partijen. Vervolgens laat hij hem checken door Stockfish. En dan komt er opeens een andere top 100 uit. Ja, het is eigenlijk wel raar. Ja goed, die periode was ook anders natuurlijk. Maar van die 80 hebben 10 het gehaald. Maar het is ook weer niet zo gek. Want ja, de engine is een soort van alles weten. Die bepaalt in principe wel wat correct is en wat niet correct is. Ja. En dat is misschien wel een beetje jammer, vond ik zelf. Maar aan de andere kant ook wel weer logisch. Want ja, hoe ga je het anders... Hoe ga je anders je partij uitkiezen? En daar schrijft hij ook over in zijn introductie van... dit zijn niet de 100 interessantste partijen... maar gewoon de 100 kwalitatief beste partijen. Ah, ja. Dus ik kan me er wel in vinden, eerlijk gezegd. Ja, wat heeft hij gedaan? Het boek is ongeveer 350 pagina's dik. 100 partijen is ongeveer 3 pagina's per partij aan analyse. Mm-hmm. En ongeveer een halve pagina met een korte introductie voor elke partij. Dat kan iets zijn over de tegenstander, dat kan iets zijn over het toernooi wat gespeeld werd. En vaak is het ook een anekdote. En dat is misschien wel een van de dingen die het boek ook wel heel leuk maken. Bijvoorbeeld al redelijk vroeg in het boek, volgens mij is het nog rond 1970, gaan ze een toernooi spelen. Nou, vroeger speelde hij vaak toernooien samen met Hans Beum. En als voorbereiding op het toernooi hadden ze bedacht om een boerderijtje te huren in Friesland. Helemaal afgezonderd van heel de wereld. Geen alcohol, geen drugs en gewoon een schaakbord en veel sporten. Zoals eigenlijk aangeraden werd door Botwinnik. Nou, dan mogen jullie raden hoeveel punten Timman uit de eerste 5 partijen haalde. Nou, deze voor Jordi. 1 punt. 1 punt was de gok? Ik denk 0. Ja, en dan zit Erik goed met 0 uit 5. Dus toen ging wel meteen heel de voorbereiding de prullenbak in. En toen je gewoon weer gaat drinken. Het is ook wel iets wat je wel in het boek vaker terugleest. Dat alcohol wel een rol speelt in zijn leven. Hij neemt geen blad voor de mond. Hij vertelt gewoon eerlijk. Dat ook door overmatig alcoholgebruik dat hij wel eens wat partijtjes verloren heeft. Hij drinkt vooral rode wijn, toch? Rode wijn, ja. Zo ken ik hem ook, ja. Ja, Frans Konings maakt altijd de grap dat hij een nieuw boek heeft uitgebracht. Wijn aan zee. Het is heel, heel slecht. Nice. Het is wel grappig. Maar ja, goed, hij vertelt eigenlijk gewoon alles ook over hoe hij in het leven staat. En dat is wel mooi. Want tussen de partijen door leer je eigenlijk ook wel veel te weten over Timman. En andere mooie anekdote is dat ze vroeger zo'n Volkswagen busje hadden. En
gingen ze gewoon met een groepje mensen, gingen ze ja, een stukje rijden, gingen ze toernooien af in Europa. Nou, op een gegeven moment was er dan een toernooi in Stockholm in Zweden. Maar het was zo koud buiten dat ze niet in, in dat busje konden slapen, wat ze eigenlijk altijd wel deden. Nou, wat moesten ze doen? Ze gingen een hotel huren. Maar ze hadden helemaal geen geld. Ze waren nog jong en ze wilden gewoon een toernooi schaken en ze hadden geen geld. Dus ze hebben gewoon een hotel geboekt. Vroeger had je nog geen creditcard nodig. Dan kon je gewoon een hotel in en dan zien ze wel of dat je betaalde. Ja, nou, hoe gingen ze dat oplossen? De eerste prijs van het toernooi was 6.000 Zwitserse kronen. Zweedse kronen moet ik zeggen trouwens. En goed, de druk was hoog. Maar als ze zouden winnen, dan zouden ze geld hebben om het hotel te betalen. En als ze niet zouden winnen, dan... ja, dan werd het afwassen, hè? Schrijft hij in zijn boek. Nou goed, uiteindelijk had hij wel een goed toernooi. Werd hij eerste en konden ze netjes de hotelrekening betalen. Dus, living on the edge. Living on the edge, ja. En dat was in de jonge jaren. Want volgens mij heeft hij daarna eigenlijk niks te klagen gehad. Qua inkomsten in ieder geval uit zijn schaakcarrière. Want in die tijd konden ze er al goed voor rondkomen, met schaken? Nou ja, toen hij nog zeg maar begin 20 was, toen was er nog wel een stuivertje omdraaien. Maar daarna kon hij er wel redelijk van leven. En zeker die 6000 kronen, dat was wel een hoog bedrag. Dat was ongeveer gelijk aan de eerste prijs in Wijk aan Zee. Huh? Wat in principe een veel groter toernooi is, zeg maar. Huh? Dus ja, dat was eigenlijk van toernooi naar toernooi leven. En wat ik ook wel vaak hoor, is dat Timman niet echt iemand is die zich veel met geld bezighoudt. Die geeft het gewoon uit en je ziet verder wel. Maar wel leuk dat je dan zo'n inkijkje krijgt in iemands leven. En als je zegt dat hij ook geen blad voor de mond neemt, dat je dan wat sappige details ook kunt zien en dit soort anekdotes ook kunt lezen. Ja, ja, en er staan echt nog heel veel meer in. Ik ga ze niet allemaal weggeven hier, maar nee, het was wel een leuke verrassing in het boek. Ja, en als je vaker boeken van Timman leest, dan weet je dat misschien wel. Maar in dit geval vond ik het wel nog wat meer dan in zijn voorgaande boeken. Dus dat was wel leuk. Ja, want jij kent denk ik Timman al wel redelijk. Ja, ik heb ooit een keer, persoonlijk niet, maar dat, ik denk dat je wel redelijk op de hoogte bent van de persoon Timman en wat hij misschien, hoe die is als persoon. Maar heb je wel echt het gevoel gehad dat je nog beter hebt leren kennen, andere dingen van hem geleerd, gezien? Je krijgt wel echt een beeld van hem. Ik had er ook wel eens van zijn vorige boeken heb ik ook best wel veel gelezen. Waaronder The Long is the Game. Ook een heel goed boek gaat over de wereldkampioenschap match tussen Kasparov en Karpov. Maar echt nog veel, veel vroeger had ik ook het grote analyseboek van Jan Timman. Die hadden we zelfs twee in huis staan. Geen idee waarom. Dat is wel vooral echt analyses. En in dit boek leer je hem wel meer kennen. En dat is een ander verschil is ook wel dat het grote analyseboek... Er was echt tientallen pagina's over één partij. En de analyses in dit boek van Timman's Triumphs, dat is echt... twee, drie pagina's. Dus hij houdt het relatief kort. Geen varianten die volgens hem niet belangrijk zijn, maar redelijk to the point. Dus ja, je gaat redelijk lekker door het boek heen. Wat ik zelf wel prettig vond in ieder geval. Ja, want inderdaad meteen categorie 1, leesbaarheid. Dus hoe makkelijk doorheen lezen? Ja, het was op een schaal van 5, toch? Ja, van 1 tot 5, ja, klopt. Halve punten mogen ook. Joh, als jij een halve punt wil geven, je mag tot op de komma mag je alles doen. Nou, ik wou hem 4,5 geven. 4,5? Ja, het is echt een hele boek. Je pakt hem op en je bent zo weer een paar uur verder. Dus, leuk. Ja, dus de partij is op zich wel goed uitgekozen. De analyses zijn kort en bondig, maar wel to the point. Mm-hmm. En de anekdotes waar ik het net al over had, maakt het wel een stuk leesbaarder, vind ik zelf. Ja. En als je kijkt, want je zegt van amusementswaarde eigenlijk plus leesbaarheid, dat is gewoon goed. Als je kijkt naar het schaaktechnische aspect, heb je er ook iets van geleerd? Schaaktechnisch, heb je openingen bestudeerd of eindspelen bestudeerd die je hier uit hebt gehaald? Ik denk dat wat het meeste zeg maar nuttig is, wat je uit het boek kunt halen, zijn de strategische ideeën. Dus je bekijkt zijn partijen en je ziet ideeën die je misschien ook wel eens in je eigen partijen kunt gaan gebruiken. Qua openingen valt het reuze mee. Daar gaat hij vaak gewoon kort doorheen. Zo direct ook zien. Ik heb één voorbeeldje geselecteerd. Maar dat is eigenlijk niet noemenswaardig. Hij geeft misschien eigenlijk meer geschiedenisles. Of hij zegt vaak van oké, dit is gebruikelijk in de tijd dat het gespeeld werd. Ja. Soms zelfs een nieuwtje, maar het is niet zo dat je er nu nog iets aan hebt. Dus voor die openingen hoef je het zeker niet te doen. Maar het is meer dat je ideeën opdoet voor je eigen partij. Ja. En als je deze mag scoren van 1 tot 5, dus schaaktechnische kwaliteit? Ja, ik zou het een 4 geven. Mooi scoren. Ik ben wel tevreden, alleen wat ik al zeg,
ja, het is niet echt een... het is niet heel uitgebreid qua varianten. Dus ja, dat kun je zien als een pluspunt of als een minpunt. Maar ja, dat zou het boek ook een stuk dikker maken trouwens. Maar vandaar de 4 en niet hoger. Maar ik kan me voorstellen, als je inderdaad partijen hebt uit nou, een verder verleden dan de afgelopen 5 à 10 jaar, dan is natuurlijk de cutting edge of theory, die is dan al geweest. Dus dan kun je wel iets aan strategische ideeën hebben. En niet zozeer dat je inderdaad heel scherpe varianten pakt die nu nog relevant zijn. Maar de strategische ideeën blijven over het algemeen natuurlijk gewoon overeind. Dat zeker. Ja, nee, dat klopt ook. Alleen wat ik meer bedoel is dat hij wat dieper op de bepaalde kritieke stellingen kan ingaan. Ja. Dus hij houdt het kort, wat wel prettig is. Alleen ja, je kunt ook gewoon nog 3 pagina's over 1 stelling doen bijvoorbeeld. En dat doet hij echt niet. Eigenlijk nergens. Het is meestal gewoon 3 pagina's per partij. Wat ik zei, soms iets korter, soms iets meer. Maar hij gaat niet zeg maar een eindspelletje uitpluizen tot achter de komma. Dus Mooi. Wil je nog alvast een score geven van 1 tot 5 voor de amusementswaarde? Of wil je eerst het fragment laten zien? Nou, de score voor de amusementswaarde, ja, ik vond het gewoon een 5. Ja? Ja, dus ik... wat ik al zei, het is gewoon echt een lekker boek om weg te lezen. Ja. Dus, ik heb er in ieder geval van genoten. En natuurlijk is het redelijk subjectief, maar... ik denk dat andere mensen er ook echt van kunnen genieten. Dus, ja. Graag boek. Klinkt zoals als je het vertelt. Je hebt 4,5 ster gegeven van eigenlijk van 1 tot 5 of van 1 tot 9 eigenlijk dan met... Maar dat is netjes, 4,5, ja. dat is heel hoog. 4,5 tot 5, ja, ik vind het echt een heel goed boek. Leuk boek en ja, wat je al zei, je kunt er ook wel iets van leren. Dus je kunt ideeën oppakken en in je eigen partijen gebruiken. En af en toe kom je ook wel een rekenstelling tegen hoor, want het is wel iets waar Timman bekend om staat. Hij is positioneel heel sterk, maar hij schuurt de rekenstellingen ook niet. Dus hij gaat er gewoon op in en hij is eigenlijk voor niemand bang. Dus dat is... Het is wel mooi om te zien. De partij die ik geselecteerd heb daarentegen, die is meer positioneel van aard. Ja, hij is tegen Sipke Ernst, zie ik. Ja, tegen Sipke. Dat is denk ik misschien wel het hoogtepunt uit Sipke zijn carrière qua rating. 26-6, ja. Ja, 26-6. Enorm hoog. Toen stond hij denk ik op zijn hoogtepunt. En nu is hij nog steeds een goede grootmeester natuurlijk. Ja. Dit is eigenlijk 1 partij uit het boek. En ik heb deze partij gekozen omdat ik kende deze partij al. Ik vroeg me af of dat die in het boek stond. Mm-hmm. En hij heeft het boek gehaald. Dus ook objectief is het gewoon een ontzettend goede partij. Het is een partij uit de rating. Of uit het Engels. Ja. Het is mooi bekijkt. En ik heb deze partij gezien terwijl ik mijn opening aan het voorbereiden was. En ik was zo onder de indruk dat het sindsdien wel een van mijn favoriete partijen is. Mm. Dus ik vond het wel leuk om hem terug te zien in het boek. Dat hij er zelf eigenlijk ook wel tevreden mee was. Hij komt uit Wijk aan Zee in 2012. Wijk aan Zee. Wijk aan Zee, ja. Wijk aan Zee. En volgens mij heeft hij er zelfs de schoonheidsprijs voor gekregen destijds. Dus... Ja, want ik speel zelf ook de Reti. En ik heb geleerd dat na paard F6, dat je niet lopen G2 moet doen, maar B3 om dit soort dingen te voorkomen. Maar hij kent het waarschijnlijk iets beter dan ik. Kan ook. Nee, dat is zeker een mogelijkheid. Het is meer een kwestie van smaak, denk ik. Ik speel zelf namelijk ook lopen G2. Mm. De kritiek is dan inderdaad pakken op C4. Ja. Maar goed, hier zegt hij verder nog niks over. Hij begint eigenlijk pas na paard A3 met commentaar geven. Het idee is dat je gewoon die C-pion terug wil hebben. Nou heeft zwart eigenlijk 2 ideeën om hem te dekken. Eén daarvan is dame D5. En die andere is loper E6. En dat is eigenlijk het enige wat hij zegt. Hij zegt lopen E6 is een zet. En dat is een beetje zijn commentaar. En dan gaat hij verder naar de orde van de dag. Met dame D5. Dus hij geeft niet aan van lopen E6. Oh, excuse me. Lopen E6 van weer toe paard G5. En je krijgt een hele scherpe variant. Hij zegt gewoon lopen E6 en that's it. En dan gaat hij verder met dame D5. En goed, hier is B3 dan de zet. Dat was nog bekend. Je offert eigenlijk een pion voor snelle ontwikkeling. Je loopt ook al naar B2 en je gaat gewoon verder schaken. Paard kan naar C4. Niks aan de hand. Lopen E6 wordt gespeeld. En hier kwam hij met een nieuwtje.
Ja, dat wist hij niet zelf tijdens een partij, schrijft hij. Maar B4, wat hij een compleet logische zet vindt, dat het schijnt een nieuwtje te zijn. Ja, de B-pion hing, dus hij speelt hem een zetje vooruit. Goed, het idee is, stel zwart ontwikkelt verder met G6. Dit is ook een van zijn varianten. Dat je dan met B5 de boel aan gaat tasten. En misschien wel een beetje Benko-achtige compensatie. Iets andere manier, maar goed, je lost wel je eigen zwakte op. En verder heb je gewoon druk op de A en de B-lijn. En zwart moet ook nog zijn koning in veiligheid brengen. Dus daar je loopt op de G2 is ook vrij sterk. Ja, die dame staat onhandig op D5. En wit heeft gewoon genoeg compensatie. Ook in deze stelling. Dus weer een korte zijlijn, maar gaat hij verder met de partij, dame B3. Misschien wel een tikkeltje verrassende dame maal B3 wordt gespeeld. Goed, nou, nu moet je wel ruilen naar B4, maar dat... Daarom werd het eigenlijk nooit gespeeld, omdat zwart dames kan ruilen. En dan denk je van, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand voor zwart? Ja. Dat gaan we snel zien. B5 wordt gespeeld. En na de volgende zet geeft hij eigenlijk al aan dat het bijna niet meer te redden is voor zwart. Oké, het probleem is een beetje die lange diagonaal. Die witte loper op G2 wordt heel sterk. Nou, als je ook nog paard E5 kan doen, dan worden alle pionnen zwak straks op de damevleugel. Ja, zwart speelt C5, wat misschien wel logisch lijkt. Maar dit noemt hij strategic capitulation. Dus eigenlijk... Hij geeft heel weinig vraagtekens in zijn boeken, viel me op. Maar hij geeft wel aan dat dit toch wel een redelijke fout is. En wat zwart had moeten doen is loper A4. Het ziet er een beetje gek uit. En na paard E5... geeft hij nog deze variant met compensatie voor wit. Weer in die structuur van zwart is niet fijn. En hij gaat waarschijnlijk wel een pion terug moeten geven vroeg of laat. Maar dit is nog het enige wat speelbaar was. En na het gespeelde C5 is het eigenlijk al klaar. Dat lijkt een beetje gek, maar het speelt eigenlijk vanzelf met wit. D3. Maakt een veld vrij voor het paard op D2. Mm-hmm. Paard D7 werd gespeeld en nu paard D2. Die loper moet terug. Loper D5. B7 hing ook. Dus E4 wordt even uitgelokt en dan loper E6. En nu F4. En het is eigenlijk al vrij duidelijk dat wit wel prima compensatie heeft. Een van de twee paarden kan naar C4. Nou goed, die loper is nog in de problemen. Je hebt een mooi centrum. Die gaat waarschijnlijk naar E3. En zwart komt er niet echt uit. G6 is nu zet, maar dan volgt loper B2. Dat is ook niet ideaal, dus F6 werd gespeeld. E5. Goeie zet. De diagonaal wordt weer geopend. En na een zet als door AB8 heb je paard C4. En dan zit je weer met de A-pion die gaat vallen. Waarna ook de B-pion waarschijnlijk eraf gaat. Dus lopen D5 terug. Veld is weer beschikbaar. En nu E6. Wauw. Ja. Nog een pion offer. Al krijg je wel meteen eentje terug op B7. De zwarte stelling is gewoon niet te redden. Pakken, lopen maar B7. Nou goed, en lopen C6. En je ziet al die A-pion die gaat direct ook vallen. En het is eigenlijk niet meer te redden voor zwart. Die loper op F8 en die toren op H8, die doen helemaal niks. Ja, ook zonder dames is het wel mooi om te zien dat je gewoon meer dan genoeg compensatie hebt. Misschien dat die partij... opgevouwen. Wat zei je, Jordi? Zeg, zwart staat wel erg opgevouwen. Ja, terwijl je denkt van, wat heeft hij nou eigenlijk allemaal fout gedaan? Maar... C5 heb ik net geleerd. Ja, C5 inderdaad, Ik had het ook niet in de gaten dat C5 meteen zo slecht zou kunnen zijn. Ja, en wit speelt heel natuurlijke zetten en zwart komt er gewoon niet meer aan te pas. Oké, hij gaat wel iets proberen te doen aan die lopen, maar het is eigenlijk al te laat. Oké, toren A7 mag je niet toelaten, dus paard C8. Paard E4. Alles staat goed voor wit, hè? Ja, alles staat goed voor wit, ja. Dat lijkt, als je deze partij ziet, het lijkt zo makkelijk, het schaakspelletje. Ja. Is het niet natuurlijk. Nog even een sipkaart leggen dan. Ja, die vond het iets anders, deze partij, denk ik. Die vond er wel iets anders van, denk ik. Ja, goed, nu, als je nu iets als loper G7 doet, dan hangt C5. Ja. Dus koning F7 werd gespeeld. Ja, en als al je stukken goed gaan, dan zie je vaak dat de zetten vanzelf komen. Zo ook in deze stelling. Paard E5 schaak. Niet heel moeilijk misschien, maar wel gewoon lekker om te spelen. Als je pakt, komt paard G5. En koning F6, etmaal E5, koning maal E5 en toren E1.
weer het stuk terug met heel veel compensatie. Maar weg die lopen B2 schaken. Ja, die B2 komt ook. Ja. Dus je moet paar maal E5 doen. F maal E5. Nou goed, nou heb je weer druk op F6. En F5 kan niet vanwege paard G5. Ja. Loper F5. Nou goed, C5 valt. Maar lijkt zwart toch nog een beetje eruit te komen. Maar naar toren malen 5. Excuses, dat was een beetje snel. Naar toren malen 5 was het helemaal... was het gewoon helemaal klaar. Pakken E6. En via paard E7 weer de kwaliteit terug. Dus ook een heel sterk verhaal van laten. Ja, je geeft hier verder ook geen commentaar meer over. Eigenlijk is het laatste wat hij zegt, is dus paard E5. En deze zetten geeft hij gewoon. En dan zegt hij van ja, dit is gewoon klaar. Loop E8 is nog wel een mooie slotzet. Ja? En, opgegeven door Sipke. Wauw, dat is wel een heel mooie partij. Ja, waarschijnlijk vanwege Tor G8 en de pion loopt door. Ja. Ik ga nog even overwegen ook om niet B3 te doen, maar dit te spelen. Ja, dat, ja, de B4 was een nieuwtje destijds. Ik hoop ook nog steeds dat ik zelf een keer... dat ik hem op het bord krijg. Jij hebt dat natuurlijk iets eerder. Hier zo B3. Nee, maar het is wel leuk dat je de B4, B5 tot het plan is. Want ik verwacht ook na damesruilen dat je nou denkt, nou, je staat gewoon een pion achter. En dan wordt het lastig. Maar dat zie je in Benko natuurlijk ook regelmatig. Hè? Dat je nog dames ruilt en vervolgens wel de druk houdt op die pionnen. Dat zie je ook. Precies, vandaar ook mijn vergelijking. En nu heb je dan ook nog wit. Het loopt wat voor in ontwikkeling. En je lost eigenlijk je eigen zwakte op. Die B-pion gebruik je een beetje als stormram. En daarna is die loper op G2 is gewoon een monster. Gaaf. Ja, mooie partij. En dit is dit is dan één voorbeeld. Het is eigenlijk dan een van de kortere partijen ook uit het boek. Maar ja, ik heb er wel van genoten. Dus... Klinkt goed. Een aanrader, ja. Zeker. Nou ja, 4,5 ster. Het is een enorm goede score natuurlijk. En dankjewel Mark voor jouw uitgebreide verslag ook van het boek. Ja, want... En nou, je hebt het thuis liggen, zei je. Mochten de mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze het vast van je lenen. Kom gerust langs. En ik heb ook nog, even kort, een ander boekje van Timman. Die komt uit de serie waar die Jordi de vorige keer besproken heeft. Het is wel grappig, er staan ook een paar dubbele partijen in, maar het is, volgens mij heeft Jordi hem 3 uit 5 gegeven. Ja. Ook een leuk boekje. Het is een paar dubbele, maar ook genoeg andere stellingen staan erin. Wat ik me heel erg afvraag, Mark, is het, want ja, dat boek wat je net hebt besproken, dat is eigenlijk door Timman zelf geschreven en deze is dan geschreven door Thibaut Carolli. Zie je dan ook echt hele andere verhalen voorbij komen? Want die Carolli, die heeft ook een soort interviewboek geschreven zoals ik het de vorige keer heb uitgelegd. Precies. Ja, leer je dan ook wat over Timman en op een hele andere manier? Of ja, hoe is het op jou overgekomen? Ja, het is... wat minder persoonlijk voor mijn gevoel. Het gaat wat meer over het schaken in plaats van over de persoon Timman. Ik denk dat dat het grootste verschil is tussen de twee boeken. En wat misschien nog wel een leuke toevoeging is, in dit boekje staan ook wat eindspelcomposities van Timman. Dus het is niet alleen zijn eigen partijen. Maar je ziet ook de composities waar Timman natuurlijk ook bekend om staat. En vaak zijn het ook fragmenten. En wat Timman niet heeft gedaan, zeg maar die eindspelen tot achter de komma uitpluizen, dat doet Carolli wel. Dat is ook wel een van de verschillen. Dus ook een interessant boek. Ja. Okay. Maar ze vullen elkaar meer aan dan dat het overlappend is. Ja, dat is goed verwoord. Ja, precies. Ja. Okay. Mooi. Nou, ze liggen allebei bij jou. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan kun je ze lenen bij Mark. En hopelijk kunnen we ze ook in onze fysieke Kings Library zetten binnenkort, als we weer ergens fysiek mogen gaan schaken. Jordi, Mark, enorm bedankt. En over een maand denk ik de volgende, hè? Ik ben erbij. Als ik ja, dat is de bedoeling, ja. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Hoi, hoi. Hey, doei. Bye.